23 november, nieuwe dag, de dag dat... 1890, koning Willem III sterft zonder mannelijke nakomeling. Zijn enige dochter, de 10-jarige prinses Wilhelmina, volgt hem op als koningin der Nederlanden. Willempie III, Wilhelmina, Juliana, Bea, prins Willy, ja en dan waarschijnlijk Amalia. Dat is de lijn. Willem trouwde in 1839 met zijn volle nicht prinses Sophie van Württemberg. Jongens, jullie zijn familie van elkaar. Jongens, hey, blijf eens van elkaar af, jullie zijn familie van elkaar. Ja, dat is gewoon een volle nicht. Dat is toch een achterniggie? Nee, het is een volle nicht. Maar een achterniggie zou ook vies zijn. Ze kregen 3 zonen, die allemaal eerder stierven dan hun vader, Willem III. Willem, Maurits, Alexander. Ja, dat krijg je denk ik toch wel hoor, als je het met je nichtje doet. Nou, Sophie die ging dood, zijn nicht, zijn vrouw en zijn nicht. En nadat Sophie overleed, hertrouwde hij in 1879 met prinses Emma van Weldeck-Piremont. Ze kregen 1 dochter. Nou, hey, 3... Ja, goed geraden. Wilhelmina. Gadverdamme, Willem! Dat is je nicht! Ja, maar achternicht, toch? Nee, dat is een volle nicht. Maar los daarvan, je moet het ook niet met je achternicht doen, Willem. Viesbeuk. In 1804, toen werd Franklin Pierce geboren, de 14e president van de Verenigde Staten. Pierce wordt doorgaans geschaard onder de minst memorabele of slechtste functionerende presidenten. Ja, het zal je gezegd worden. In biografieën wordt hij afgeschilderd als een ontzettend charismatisch man die iedereen tevreden probeerde te stellen. Frank, je bent president! Hup, knopen doorhakken! Mede door zijn slechte leiderschap ontstond de Amerikaanse burgeroorlog een aantal jaar later. Nee, jongens, doe nou rustig! North, South, even relaxed. Jongens, even handjes schudden. Pleur toch op je Franklin. Nou, dat is toch niet nodig? Ja, burgeroorlog. En hij overleed in 1869. Ja, hij had ook een drankprobleem. Maar dat had weer te maken met het gevolg van de dood van zijn zoon. En hij had nog 2 zoons die allebei stierven voordat ze 4 jaar oud waren. En Jane Pierce, zijn vrouw, leed haar hele leven aan ernstige depressies. Jezus, man. Heb je zo'n depressief wijf thuis zitten? Zijn je kinderen overleden? Ja, dan grijp je toch naar de fles. Ja, dat hij überhaupt president is geworden. President? Ja, is goed. William Henry McCarthy. William H. Bonney. Kit Antrim. En uiteindelijk Billy the Kid. We hebben het vaker over hem gehad, Billy the Kid. Ja, vandaag werd hij geboren in 1859. Overleed in 1881. Ja, toen werd hij doodgeschoten door de sheriff, hè? Ja, Wilde Westen. Pieuw, 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 pieuw. Wilde Westen, blijft toch mooi, hè? Indiaantjes, cowboys, boeven, saloons, bankovervallen. Billy the Kid. Was geen lievertje. Nee. Hij vermoorde ongeveer 21 mensen. En toen hij 21 was, toen werd hij zelf doodgeschoten. Door de sheriff, hier. Door Pat Garrett. Bruce Hornsby. Die is jarig vandaag. 66 jaar geworden. Amerikaans zanger en songwriter. Het is de tweede van rechts. Ja, Bruce. Bruce Hornsby. Hij heeft 1 grote hit gehad. That's just the way it is. Some things will never change. Ja, je dacht Tupac, hè? Ja, nee, Bruce Hornsby. En vandaag jarig, 66 jaar geworden. Gefeliciteerd. Evert, kom hier. Evert. Ja, Willemijn, van Gooise Vrouwen. Annette Malherbe, vandaag jarig, 63 jaar geworden. Gefeliciteerd. En, dan zal je de koffie hebben. Juffrouw Jannie? Ja, ik heb een beetje last van waterbenen. Juffrouw Jannie, Jiske Vet, debiteuren, crediteuren, Stift, Jack in the Box. Juffrouw Jannie, 63 jaar geworden vandaag, gefeliciteerd. Miley, hou die tong nou eens een keer binnen, joh. Ja, word je toch helemaal elke foto. Maar hoezo doe je dat? Ja, doet ze het een keertje niet? Kijk eens wat een mooie vrouw. Miley Cyrus, vandaag 28 jaar geworden. Gefeliciteerd. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. I came in like a wrecking ball. Ja, Miley, jarig vandaag. 28 jaar. Gefeliciteerd. Was hem weer, de dag dat. Abonneer je eventjes. Arrivederci. Bis morgen.